Met agrarische spelen is eigenlijk het doel voor de mensen meer in de landbouw te betrekken. Van waar komt de landbouw? Van waar komt de groente? Van waar komt het fruit? Waar komt de melk vandaan? Waar komen de eieren vandaan? Die komen niet altijd vanuit de supermarkt. Ze kunnen een koe melken. Dus dat is een plastieke koe en er hangen uiers aan. En ze kunnen dan om de beurt eigenlijk eens nagaan hoe het voelt om een koe te melken. Het is een soort toren van pizza. Dus ze gooien met een dobbelsteen en er komt een kleur, blauw of groen, op te staan. Dan pakken ze een blokje en ze zetten het eigenlijk op de koe. En het is de bedoeling dat de plaat niet omvalt. Het is toch vrij moeilijk, want als dat dan valt, dan moet je helemaal terug opnieuw beginnen. Ze moeten iets leren uit de spelen, dat men die kan eigenlijk op het gewone plattelandsbedrijf kan halen. Ik vind het wel heel leuke spelletjes. Ja, ook als je het met veel mensen kunt doen, dan heb je altijd wel heel veel plezier.